Yes, Glenn McDan, wat ben je enorm groot als je op deze toren. Oh, je bent aan het vliegen, je bent aan het cheaten. Oké. Oh. Welkom bij Dikke Doei Minecraft. Hi. De vorige recording was een beetje gefaald. Als in gefaald. Gecorrupt. Gewoon de. Nee, niet gecorrupt. Audio deed niet, dat was het. Audio deed niet. Audio was slecht gerecord, dus is het waardeloos. Dus gaan we nu een beetje een rondleidingje geven van wat we allemaal wel in die tussentijd hebben gedaan, maar niet aan jullie hebben kunnen laten zien. Oh, je Dus. ziet het al een beetje. Nou, dit is. Ik zit in de verkeerde game mode trouwens. We cheaten niet. Nee, maar dit was slechts om te laten zien. Au, kut. Dit is allemaal legit gebeurd. Dit is de toren. Mooi, hè? De toren heeft shivers gebouwd. Het is een soort vervallen toren nog. Ik weet niet of dat nog gaat veranderen. Ook niet. Maar dat maakt niet zoveel uit. Knijten van cobblestone en alles. Nou, best een mooie vervallen toren. Trappetje naar beneden komt er nog. Hier is niet zoveel veranderd volgens mij de entree. En de einde back, zoals altijd, episch. Ik heb de muur afgemaakt. Soort Voor van, nou nu. ja, afgemaakt. Hij is rond nu. Hij is nu Hij zeg is maar rond. helemaal Je kan hem de. daar al verder zien lopen. Er is heel veel meer veranderd nog. Heel veel bijgekomen. Zeker. Maar de muur is misschien het eerste focuspuntje. Tuurlijk, joh. Ja, dat is wild. Hij is hier, hij is nog niet zo hoog. En je kan nog makkelijk overheen van volgens mij allebei de kanten, maar dat maakt niet zoveel uit. Hij is best mooi. Van stone brick. Stone brick wall? Stone bricks? Wall, Stone nee, stone bricks. bricks, Stone bricks gewoon, gewoon. ja. Nou goed, dat loopt dus zo helemaal door en helemaal door tot aan de achterkant. Tot aan het achterkant. Gaat lekker man. Lekker ouwe. Tot aan de achterkant van ons territorium. Dan hier zo. Schapie, schapie. Allemaal legit verzameld. En hier wol. Ik heb geen. Jij hebt shears of niet? Ik heb cheers. Oké, nou hier zijn de piggies. Met de little snuitjes. Kleine snuitjes. Koetjes waren er al, geloof ik. Kuutjes. Kietjes. Al die kuutjes. QQ. Nou, voor de rest. Dit is geen idee wat ze. Oh, meat house. Het vleeshuis. Vleeshuis. Toch logisch? Het vleeshuis, oké. Nee, doei. Hier zo zit allemaal shit in en de ovens, mooi man. Deurtje dicht doen. Koetjes. En de rivier was er ook nog niet, hè? Nee, de rivier was Shit er ook man, nog er is niet. veel te veel gebeurd. De brug nog Ja. niet. Ik heb een riviertje gegraven. Even nog om het te benadrukken, we doen dit allemaal legit. Dus Dit is niet. allemaal legit gebeurd. We doen het Hij heeft allemaal in dat. survival mode en niet in. Ja, maar hij heeft dat water gewoon Parkeer gecreëerd, of een heel zo. makkelijk trucje. Heel, is een heel makkelijk trucje heb je daarvoor. Super handig. Dus dat is op Oh zich nog shit, niet nu komen de simpel. kip achter me aan. Oké, hier. Jullie is in. Zoek het maar uit. Juist. Ik heb een diamond hoe gemaakt. Ja, maar alle gebouwen zijn er. Nou, daar ben je al Omdat het geweest. kan. Ook legit trouwens. We hebben een aantal diamonds gevonden. Wacht, dat was het chicken house, het meat house, Hier is de riviertje. bakkerijtje. Nou, deze farm was er al. Ja. Dit is het bakkerijtje. Bakkerij. Hier is de melon farm. Mag ik even de bakkerij laten zien? Oh, sorry hoor. Er zitten allemaal ingrediënten in. Suiker van de sugarcane farm. En aan de andere kant zit de taart. Hier heb je de melon farm. Ook mooi. We hadden melon seeds gevonden in een dungeon. In een dungeon, ja, we hebben echt te veel niet gerecord, man. Ja, Dat is wel nou, zonde. we hadden dat wel gerecord. Ja, maar niet, zeg Het maar. was echt een sessie van 2 uur of zo. En daarnaast hebben we ook nog eens een aantal dingetjes gedaan die niet op recording stonden überhaupt. Stop. Ah, hi. Hi, kippie. Oh. Hey! Wat ben jij gemeen? Ik wil nog een kip. Geef me nog een kip. Kom op. Is er een kip uit? Nee. 16 eieren, 1 kip. Oké. Nou goed, dat is dat. Dit paadje was er nog niet. Dat is een beetje een nutteloos paadje, maar dat maakt niet zoveel uit. De farm was er al, waterval was er al. Nu is er ook een rivier dus. De sugarcane farm. Mooi. En dit is. Oh, de carrot farm. We hebben ook carrots gevonden. Nee, die kwamen uit de zombie, geloof Ja, ik. die kwam uit de zombie, ja. Uit de zombie, ja. Dit is Yorick's huisje. Ook heel. Ja, zeg maar, gewoon wel verrassend leuk eigenlijk. Ja, er is één Met een, ding hij, waar we. heeft, hij heeft een furnace als open haard. Ja, maar. En geheel in stijl met een schoorsteen.
Een aan de buitenkant. Non-functionele, maar toch wel mooie schoorsteen. Mm-hmm. Ziet er heel goed uit. Ziet er mooi uit. Mooi huisje. Zo. Ik ben trots op Jorik. Wacht, is dit een... Ja, het is een pressure plate tafel, maar dan hang je uit. Ja, je kan het zien. Hij heeft die bank wel heel mooi gedaan. Ja, een mooie bank heeft hij gemaakt, inderdaad. Zo. Je kan er niet zo goed op zitten. Hij heeft een bedje met een nachtkastje. Je kan ook niet zitten. Nee. Ja, dat kan het niet. Minecraft is niet gemaakt om te zitten. Nou, Sander's huis is... Bedside Sam's huis is... Ook echt een heel erg stuk mooier geworden. Het is het huis van een bedrieger. daar zit een verhaal achter. En het is zonde dat dat niet... Ja, dat mislukt is dus. Maar dan ben je, dit is een beetje lelijk nog. Ik hoop dat hij hier wat aan gaat doen. Natuurlijk ga ik daar nog wat aan doen. Je hoeft mij niet te beschrijven in de derde persoon. Ik ben hier. Hmm? Ik ben hier. Sorry, ik ben even tegen de kijker aan het praten. Wil je eens met je mond aan? Oké. Okay. Ja, Sander heeft af en toe van zijn momentjes. Dan denk ik, Jezus Christus. Hé, wat? Nee. Heel veel lapis hebben we gevonden. We hebben echt enorm veel gemined ook. Ja, ook ja, helemaal daar beneden. 15 diamonds, waar zitten de diamonds, dude? Hé, hondje. De diamonds, die heb ik inmiddels opgemaakt. Nee. Die zitten hier, jongen, loop mee. Waar dan, G? Hé, dat zijn de shears, kijk nou. Hier, volgens mij. Achter de deur. Nee, hier ook niet. Ik weet niet waar ze zijn. Oh, hier zo, in deze. Ah. 14 diamonds en super veel iron ingots. Dus wat dat betreft gaat het heel lekker. Kunnen we niet een iron golem maken? Oh shit, ja dat kan wel. Ga ik doen. Jorik gaat zich helemaal te pletten schrikken dan. Want die weet niet wat het is. Ja, ik weet niet hoe het moet eigenlijk. Ik weet het ook niet meer. Je moet iron blocks neerzetten. Ah ja. Hoeveel? Ja, weet ik veel. Ga maar even puzzelen ermee, joh. Nou goed, dit is Sander's huis. Het is echt super mooi geworden, vind ik. Zeg maar voor waar het nu is. Had je het over mijn huis of was je sarcastisch? Nee, gewoon het hele dorpje bedoel ik. Hier, dit is Sander's trap naar mijn huis. Ik kon alleen mijn eigen huis in via... Ja, beneden, zeg maar. Dus... Dat is niet zo handig. Zeg maar, hier, deze twee luikjes kunnen nu open. En dan kan ik alsnog wel naar beneden en dan in Bedside Sam's huis. Mijn huis is niet zo heel veel aan veranderd. Jawel toch? Boven niet. Ja, ik heb beneden. Ik ben naar beneden aan het graven. Dus dat komt nog wel af. Zodat ik aan de zijkant van de berg ook nog naar binnen kan. Of de heuvel, hoe je het noemt. Ik ga het even opzoeken houden, want ik kom er niet uit. En daar loopt de muur. Ik ga nu even een rondje langs de muur lopen. Huis is verder niet zo heel erg veranderd. Is goed, joh. Mag dat? Oh. Dat mag van mij, hoor. Hopen dat ik dit overleef. Dank je. Nice. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is de achterkant. Kan nog wel wat werk gebruiken, maar het ziet er al wel oké uit. In het begin zag het er veel lelijker uit. Oh, je hebt een pumpkin nodig en die hebben we nog niet. Oh, inderdaad. Ik ga even langs de muur lopen, G. Had ik al gezegd, hè? Ja, had jij al gezegd. Nou, dit is de muur. Hij loopt daar omhoog, de berg op. Niet helemaal de berg op, tegen de berg aan. Lekker zo langs de muur. De muur is echt super groot. Hier lopen nog allemaal kuurtjes. Kuurtjes. Dandelion. Oh shit, dit is wel een mooie vijver, ouwe. Wat? We hebben een knijtermooie ondergrondse vijver. Echt? Nou ja, ondergronds. Deels is dat, ondergrond. Is dat in? Beetje het huis van Moffel en Piertje lijkt. Dat doet me aan denken. Wat ben jij? Ik ben gewoon Moffel aan het lopen langs de muur. Ah, oké. Okay. Dus, sorry, er zijn hier een paar mensen ergens aan het barbecuen. Maar dit is nog verder de muur. Mooi. Hij loopt helemaal rond zo. Je ziet het bijna niet. We hebben ook heel groot... Zit je nog in creation mode, creative mode? Nee. Oh, want we hebben heel veel goede ideeën voor de... Ik ga het zo... Oh shit, heel ondergronds gangstelsel daar. Ja, dat is hier ergens inderdaad. Kunnen we misschien wel een leuk huisje opzetten. Oké, nee, maar ik kan even door de grond kijken. Dat heb je wel eens. Ja, deze. Jomanda had het heel vroeger ook. Het wordt donker inmiddels, dus ik zou maar snel terugkomen. Ja. Oké, nou, dit is dus, zeg maar, ik ga wel even in creative. Gewoon om jullie het te laten zien, niet, ik ga geen blokjes maken of wat dan ook. Dit is allemaal legit gemaakt. Waarom is hier een gat in de grond? Ik wil dat niet, dankjewel. En dat ook niet. Weg!
Verder weg. 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 Doei. Oké. Waar is de muur? Daar. Heb je de paarden al laten zien? Of zijn die al een keer gezien door? Vast wel. Maar nou, hier loopt de muur. Hey, wat is ik ga dit niet exploren, want dat is vals spelen. Dat zo is vals loopt spelen. De muur helemaal rond. En dan is de berg ook een muur. Waterval. En hier lopen een aantal paarden. Twee, geloof ik maar. Maar die kun je ook vast wel breeden, toch? Of zo, paarden. Ik denk het. Dat moet ik allemaal een keertje uitzoeken, man. Oké, nou goed. Ik kom terug. Ik ga één keer over het stadje vliegen ter... Observatie. Ja. Zoiets, denk ik. Is toch best wel mooi zo. Hè? Ja, best wel een vordering. Oh ja, omdat Kevin hier zelfmoord had gepleegd. Shivers had hier zelfmoord gepleegd. Toren gemaakt, naar beneden gesprongen. Heb ik besloten om het dicht te maken met glas. Zodat dat in ieder geval niet meer kan. Oh, zelfs dat was er nog niet, hè? Dat was er ook nog niet, nee. Gelijk, man. Dus. Ja, dat was het. Dat was de rondleiding. Ja, nou kennen we de update, door. Dan kennen we weer door. Ik ga naar bed, hoor, nu. Zo, ik ga wel in Jorik's huis slapen, niet vertellen. Ik zal mijn mond houden. Slaap, dank je. Goed zo. Hoi, het is weer dag. Sorry, ik nam even een slokje. Nou ja. Dus, misschien moeten we weer even een doel stellen voor deze... Episode. Ja, ik weet het niet zo goed. We kunnen... Ik weet het ook niet. Dit is een beetje af. We moeten aan de achterkant eigenlijk gaan beginnen. Zullen we anders gewoon wat random huisjes gaan bouwen? Oké. Of niet? Ja, best, joh. Nee. Of wil jij nog even minen? Ik wil eigenlijk wel pumpkins vinden. Ik ben het minen eigenlijk een beetje zat, man. Nou, dan gaan we geen niet minen. Ik ga een kerk maken, denk ik. Oh, dat is wel leuk. Maar die moet dan niet te dicht bij... Die moet dan eigenlijk een soort van centraal punt hebben daar zo. In het midden van de stad of zo. Dat het lijkt alsof de stad daar doorheen is gebouwd. Is dat een goed idee of is dat een goed idee? Ja, maar dat is nu zeg maar waar jouw huis is. Nee, want het centrale punt ligt veel meer hierheen. Ja, oké. Maar gaan we dit allemaal gebruiken? Of houden we nog een deel soort van national park of zo? Nou, dat kan ook. Nou, ik dacht gewoon ergens hier of zo. Hier zo? Dan ga ik dit... Oh, we hebben trouwens een texture pack. Hadden we dat al? Nee, dat hadden we ook nog niet. Ik ben wel vergeten te vertellen. Texture pack Gerudoku, geloof ik. Ze hebben het vast wel gemerkt. Ja, natuurlijk. Ziet er allemaal wel vetter uit, vind ik. Ik vind standaard texture pack toch wel lelijk. Gaan we met deze kuun doen? Nee, niet. Je kan ze ja, nee, laat me lopen. Leuk. Een soort India. Ja. Lachen, joh, sfeertje. Leuk sfeertje, jongen. Zo, hier het kerkje bouwen. Het wordt, ja, het zou ook nog een hele grote kerk. Een mooie kathedraal. Ja, dus. Ja. En daar zit dan de musicbox in, snap je? Bij wijze van... De musicbox? Ja, die kan je toch maken? Met... Ik heb ook een cd. Oh, ja, ja. Die doen we dan in de toren. Bij de klok. Ja. Kunnen we klok maken? Pas wel. Mm. Ik moet even kijken hoe ik dit ga doen, hoor, dan. Ja, neem de tijd. Wacht, San, loop even mee. Ik wil je dat ondergronds plasje laten zien. Plasje noem ik het nu. Plasje? Ik heb plasje gedaan. Hier, denk ik. Was het hier? Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Nee, het was niet hier. Hoor. Ik kan het ook terugkijken gewoon. Nee, G. Kijk, kom. Ah, dit is wel een ondergronds... Nee, deze. Je moet hierheen. Ik kom eraan. Niet boos te worden. Kom nou. Ah, dit is een ondergronds plasje wel. Dit kan een... Was het een... It's a trap. Nee, hier zo. Kijk. Ja, ik zie het. Kijk, wacht. Ah ja. Bovengrond. Kunnen we een soort van nationaal zwembad van maken? Ondergrond. Een soort spa. Ja. Nee. Een bubbelbad. Oh. Ja, dat kan wel. Dat we daaronder lava doen. Ja, dat knijter warm water wordt. Ja. Beetje een gijzer. Ultra realistisch Minecraft. Oh, ik moet water koken. Ja. Ik, dit gedeelte vanaf waar ik nu sta... Ja.
Daar, zullen we dan dat een stukje een parkje doen of zo? Wacht, met waar het water sta jij, hier zo? Oh, daar. Hier is namelijk ook al een soort van natuurlijk gebergte. Ja, of gewoon heuteltjes. Dit hoekje laten we gewoon om. Ja, om, waar dit water begint hier zo, is ook nog eens. Kan best wel mooi zijn als je. Ja, even... het is wel echt lelijk hoe dat water schoot, man. Ja. Ja, dat is allemaal natuurlijk gebeurd. 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 Ja, gewoon en dan natuurlijk komt gebeurd. Daar een enorm kasteel. Met een toegangspoort. Oh ja, en daarachter zit, is een daarachter baai. Is, dat hebben we inderdaad nog geëxplored. Dat ga ik ook wel even laten zien. Hier zijn paarden. Oh, dat had je al gezien. Dat had ik al laten zien. Dat kwam heel lullig uit mijn mond. Maar dat had ik al laten zien. Dus dat wel goed uitzegt. Ik waardeer je input, maar hou alsjeblieft je bek. Oké, ga je door. Nou, we gaan door met je verhaal. Ja, hierachter is dus een kei mooie baai. Ik dacht even dat je iets anders ging zeggen. Hier, wat? Ik dacht even dat er weer een mail in was. Oh, je dacht dat ik een mooie baai ging zeggen. Ja, nee, we zitten nu ook dicht bij zee, dus we zijn hier echt veel meeuwen. Ja. Oké, genoeg. Maar dit is dus een super mooi. Er is wel heel veel lava hier, maar dat kunnen we wegwerken. Ja. En zo dit een beetje uitgraven, dat dit de haven van Minecraft van ons land wordt. En dan ooit in aflevering 60 of zo, dan als deze stad af is, dan geven we een naam en dan gaan we overzees. Overzees. Ja. Ja. En dan gaan we naar de andere kant van de zee en daar gaan we dan ook een stadje maken als echte... Oh, ja, dan gaan we echt heen en weer varen met fucking grote schepen. En dan gaan we een scheepsbouwmod. Ja, ouwe, maar eerlijk, dat zou best vet zijn. Ja, tuurlijk, maar of het gaat gebeuren is de vraag. Dat is waar. Hé, hier is een grot of zo. Oeh. Oeh, grot. Ik vind het wel lelijk dat die allemaal stone is, man. Ja, het geeft echt zo'n apocalypse gevoel. Alsof er allemaal TNT is ontploft. Ja, dat is waar, hè? En soms is het ook echt maar alsof het ook echt gebeurd is. Dat het zo lelijk is gevormd. Ja. Dit is niet een sarcastische domme grap van ons. Nee, dit nee. Is gewoon echt... Dit hebben wij niet aangeraakt. Nee. Nou goed, zo. Misschien Jorik, maar ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Die weet niet hoe dat moet. Oké, ik ga beginnen aan de kathedraal. Kathedraal. Kippie! Zal ik jou helpen of zal ik... Nee. Gewoon een beetje... Weet je wat het is? Aan de weg... Jij kan het niet. Nee. Nee, want ik wou iets serieus gaan zeggen voor de verandering. Ja. Maar je hebt verder ook gelijk. Jij kan het ook niet. Maar met bouwen is het, je loopt elkaar alleen maar in de weg. Ja, dat is waar. En je kan elkaars visie ook niet echt goed begrijpen. Dus tenzij je echt eerst een outline bouwt en zegt van nou, als jij nou dit... Doe dit, deze dit. Laag nog een keer, maar dan eentje erbovenop. Maar dat gaat ook niet. Nou, dan ga ik gewoon een beetje aan wegen werken en zo. En dan plant ik een beetje boompjes, en zodat ik genoeg hout heb. Nee, is goed. Wat heb jij nodig? Want dan kan ik jou misschien wel daarmee helpen. Ik wil dirt hebben heel veel. Gewoon niet, even zonder grappen. Ik heb dit net allemaal weggeslagen. Maar ik denk misschien is het wel... Ik heb er nog heel veel liggen. Ja, daarom. Je trouwens niet je super secret settings even doen? Oh, ja, wel. Laat maar trouwens. Ik hoef geen dirt. Oké. Ik heb echt knijterveel in mijn huis. So you know. Oké, mooi. Nee, ik ga het wel weghakken. Want anders dan is het zo, dan wordt het ook heel lelijk. Oké. Het hoeft ook niet allemaal gelijk grondig te zijn, hè? Ja, dat vind ik mooi, hè. Ja, maar in de stad hoeft dat niet, want... Nee, snap ik, maar wel als je ergens iets wil bouwen. Ja, oké, dat is waar. Dat is waar. Ik ga denk ik een diamond shovel maken, zo, man. Ja, dat is de beste investering die je kan doen. Ja, toch? Ja, een hoe daarentegen, hè. Heb je helemaal niks aan. Dat was echt gewoon in een troll mood. Ja, dat is echt verspilling. Ah joh, wat boeit het nou? Nou, ik hoop dat we nog meer vinden, hè? Vast wel. Tuurlijk. Het is altijd knijterveel. Hm? Ga nou niet hier opstaan de hele tijd, stomme koe. Nee, er is altijd heel veel diamond te vinden, dus... Je raakt gewoon verstrikt in het dagelijks werk in Minecraft. Ik ben nou al voor de derde keer vandaag wortels aan het... Ja, dat is gewoon... keihard werken ook, hoor. Ja. Maar, dus... Ja, ik ga een diamond shovel halen. Zou ik ook doen. Anders dan ben ik nog een jaar bezig met fucking veel...
Shovels. Kan niet de bedoeling zijn. Kan nooit de bedoeling zijn. Stokkie. Ik wil graag één Stok. Diamant. Oh. Oh, nice. Hier is nog heel veel birchwood. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, dat hoorde ik. Wat was dat? Ik blies. Zo, ik deed schep. En toen kwam er heel veel. Oké. Dan is het goed. Even kijken, dat kan weg. Kip kan weg. We hebben trouwens ook nog een aantal... spawners gevonden. Weet je dat dan nog, Dennis? Nee, ja, twee geloof ik. Twee, ja. Ja, nee, dat weet ik nog. Als de dag van gisteren. Dus ja, ik weet niet wat we daarmee gaan doen. Maar misschien gaan we die wel gewoon meenemen en daar een spawn trap van maken. Ik weet dus niet of dat nog kan. Ja, nou, dan moeten we eerst even uitzoeken. Even opzoeken of dat hoeft niet vandaag natuurlijk, want dat heeft helemaal geen haast. Nee. Maar anders kunnen we alsnog een mobtrap daar maken. Wat verder van mobtrap op locatie. Zeg je dat mooi? Het wordt alweer bijna nacht. Ja, ik ga niet doorwerken. Thuis. Godverdomme, is zo'n kutbeest hier. Hoer op, man. Toch maar doodmaken? Misschien wel. Nee. Behalve die paarden. Nee, nou, daar ben je niet in de buurt. Leuk, man. Een beetje tussen de diertjes. Nee, paardenvlees, joh. Lekker. Lekker met koeienvlees. Ik weet niet, wat ik me afvraag. Zijn die kippen hier nou plofkippen of niet? Nee, dat zijn... Die lopen daar toch? Die lopen daar toch rond? Dat zijn toch scharrelkippen? Dan betaal ik dus gewoon full price. Dan betaalt helemaal niks. Ik wil gewoon goedkoop het lekkerste vlees eten. En dat is een plofkip. Dan, gaan we slapen? Ja. Ik ben bijna klaar met mijn ronde. Kom maar aan. Ik kan bij mij in bed. Eerste verdieping. Gay. Gay. Klonk een beetje als Cartman. Gay, dude. Fucking gay, dude.